Nou, Pik, hoogste tijd om het bed in te duiken. Eerst voorlezen. Ben je moeder niet? Hup, opzouten naar je nest. Aangekomen! Fleur! Holy Bev, helemaal vergeten. Fleur! Hey, Milan! Fleur! Ik zit hier! Jezus man, wat doe je überhaupt? Ja, ik ben zeg maar aan het oppassen, soort van. Huh, wat? Oppassen! Easy money, weet je wel, dat de teller gewoon doorloopt terwijl ik op mijn luie reet zit. Zusje. En jij moet niet zo bij de hand lopen doen, kleine wijsneus. Oppassen! Dat is echt een pauper bijbaan! Ja, jezus, ik moet gewoon extra ekkies binnenharken, want die stufie is na één keer boeren lees die opper de pop. Maar we zouden toch naar appelsap? Gisteren ben ik nog op mijn rug gaan liggen bij Ro voor 2 gratis kaarten. Nee, jezus, ik had al kaartjes. Madelon, puntenkanon, wat ben je toch een boorplatform? Hallo, even stilte. Hallo, jij moet even chillen, man. Ik ga me toch ook niet met jullie leven bemoeien? Ik ben gewoon in gesprek met een vriendin, ja? Dus even politesse, oké? Hey, kom anders even binnen. Ja, is goed. Jezus, waar was je nou? Hé, hey, kutje. Hé, hey, klitje. Zou ik toch vandaag een bodempje leggen, vette werk halen en dan naar dat festival? Ja, kut. Helemaal vergeten. Ja, hey, was je naar de kloten na die commissieborrel van gisteren? Ik was niet echt dronken, maar ik was wel goed getver. Ja, dat was gewoon zo'n balletje, hoor. Je hebt er echt als een beest lopen aftinken. Ik kan me daar dus niets van herinneren. Ik ben helemaal blank. Nou, maar jij vroeg nog, haal me hier op. Dus ik dacht, nou, die zal hier dan wel een veeg krijgen. Nee, ben je aan het werk? Ja, maar ik schaam me niks voor mijn oppaswerken. Daar ben ik best wel goed in. Ja. Mag ik erop? Pak maar. Ook voor mijn zusje? Oké dan. Waar is dat zusje überhaupt? Die heb ik net in slaap gekregen. Met een beetje pies en ambon in het flesje. Heb je geen kind meer aan ze? Kan je het niet maken. Hoezo niet? Gewoon fruit, hoor. Kan je echt gezeik mee krijgen? Ik krijg er geen gezeik mee, want ik heb die vader in de pocket. Hoe dat? Nou, die brengt mij altijd thuis na het oppassen voor de veiligheid, weet je wel. Nee. Jij hebt je door een oude man laten bevrunniken? Nou, echt niet. Fleur, kijk eens aan. Oké. Ik heb hem 1 keer een beetje aan mijn baard laten klooien. Gaf! Maar daar heb ik dus beelden van gemaakt met de dashcam. Nou, die blijken echt goud waard. Die stuurt me niet meer weg. Chill. Mag ik slapen? Ja, jezus. Niet te veel aan mijn hoofd, weet je. Niet de hele tijd al die vragen. Dat is te veel. Mag ik dan wat te drinken? Wat wil je dan? Appelsap. Oké, dan. Heb jij even mazzel dat wij kaartjes over hebben, Pik? Nu schoenen aan. En mijn zusje? Die nemen we ook heus wel mee. Relax. Gedver, joh, wat muurt hier zo? Ja, het muurt hier net zoals de plee van ons dispuutshuis. Ja, het is nog erger uitgewoond dan op maagdenhuis. Ja. We gaan naar appelsap. We gaan naar appelsap. Zing maar mee. We gaan naar appelsap. We gaan naar appelsap. We gaan erbij. Ja, je wil niet weten waar.